PNM, het Vaste Loverscafé. Wat doet de Vaste Lovend? Carnaval, oftewel de Vaste Lovend, hoort bij de cultuur van Limburg. En ook van de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas. In elke kern wordt door een carnavalsvereniging op eigen wijze Vaste Lovend gevierd. Omroep PNM omarmt de cultuur in de regio en zond in de weken voorafgaand aan de drie dolle dagen het tv-programma Het Vaste Loverscafé uit. Een opvallende inzending voor de lokale Omroep Awards. Soms schrijft de jury het programma Het Vaste Loverscafé van Omroep PNM. En daarom werd het programma genomineerd voor de belangrijkste prijzen voor de lokale omroepen in Nederland. Zaterdag vond de bekendmaking plaats tijdens de Open Studio Dagen in Hilversum. Ja, alleen toen door 2 kilometer van elkaar af, we hebben toch kunnen laten zien wat de cultuurverschillen zijn per dorp. Jort, toen werden jullie genomineerd. Hoe voelde dat? Ja, het was zo'n grote verrassing. Dan word je opeens genomineerd met een carnavalsprogramma. Dat zagen we echt totaal niet aankomen. Ja, we vonden het gewoon keisje. Keisje, maar ja, er kan natuurlijk maar eentje winnen. Pak je moment. Die gouden envelop die mag open. Jij mag bekendmaken wie de lokale omroep award video heeft gewonnen. Ja, dat is O Groningen met de Stand van de Stad. Het programma Stand van de Stad van Oog uit Groningen won in de categorie video waarin Omroep PNM genomineerd was. In het juryrapport schrijft de jury dat het programma van PNM informatief, origineel en afwisselend is. De makers van dit programma proberen meer te doen met de traditie en dat is goed gelukt. Een bijzondere prestatie voor een kleine lokale omroep, zo schrijft de jury. Voor het eerst werden er dit jaar 2 omroepen gekozen tot omroep van het jaar. De jury met erin voorzitter Twan van Peperstraten koos voor Open Rotterdam en Studio 8 uit de Achterhoek.